Beste mensen, welkom bij de podcast van PsychoseNet. Mijn naam is Jim van Os. En vandaag hebben we een bijzondere gast. Zijn naam is John Brenninkmeijer. En de reden dat ik hem heb uitgenodigd voor de podcast vandaag bij PsychoseNet is dat wij samen hebben gesproken met een uh, bijzondere man uit Amerika, uh, Tom Wooten, en uh, Tom Wooten is de uitvinder van Bipolar Advantage of Bipolar In Order. Uh, dat kun je het beste zien als een serie technieken en methoden om om te gaan met stemmingen en dergelijke. En uh, John Brenningmeijer is al heel lang uh, bekend uh, met deze uh, methodieken en past het ook toe. En dat is de reden dat ik hem vandaag heb uh, uitgenodigd. John, welkom. Dank uh, je, Jim. Uh, Leuk om hier te zijn. Ik heb mijn pak aangetrokken, uh, maar uh, merkte dat het alleen audio is. Ik wil uh, beginnen door uh, de groeten te doen en de familie Feits. En uh, ze hebben allemaal gezegd dat ze mee wilden luisteren naar de podcast. En leuk dat ze wat meer kunnen leren over psychose net. En uh, voor mensen die nu luisteren en ze hebben jouw TED Talk nog niet gezien, Connecting to Madness, Dan zou ik zeggen: stop even en kijk eerst daarnaar, want dat is goed voorbereid. Oh, dat fijn. Ja. <laughs> Een mooi verhaal. Ja. <laughs> Heel goed. Ja, nee, ik zat erover te denken inderdaad. En um, uh, die verhalen zijn ontzettend belangrijk. Um, en. Wat is dan precies het verhaal van Tom Wooten en hoe lang ken je hem, hoe heb je hem ontmoet? Um, ik denk via Amazon. En, um, er was een boek die heet uh, Bipolar in Order. En um, uh, Tom die heeft een uh, programma opgezet die heet Bipolar in Order of Bipolar Advantage. En uh, Tom, die zei: Hij is maar ervaringsdeskundige. Uh, dus hij heeft Bipolair 1 uh, gehad, denk ik. Ik heb ook bipolaire 1 gehad in 1997. Uh, ben een maand uh, opgenomen geweest. En uh, Tom, die zei, uh, de status waar mensen naartoe willen, is dat je, wij spreken, voordat je de diagnose had, had je een leuke leven, had je heel veel emoties, had je ups downs, en downs en je beleefde wat en je had veel ervaringen. Mm -hmm. En uh, dan wordt er gezegd: Nou, je moet weer stabiel worden, je moet weer productief worden in het leven. Contactgroei hebben met anderen, andere, andere bekwaamheid hebben. En dan moet je eigenlijk uh, emoties uit de weg gaan door uh, minder prikkels te hebben of uh, onderhoudsmedicijn te gebruiken. En um, gevoelsmatig voor sommigen kan het zijn dat je dan als een soort beetje saaie zombie door het leven gaat. Mm -hmm. En uh, Tom die heeft gezegd van ja, misschien is het mogelijk uh, dat je wel die emoties uh, ervaart van depressie. En, en ook enorm geluk en, en geprikkeld zijn. En, en dat uh, hypermeaning uh, mm -hmm. waar je het vaak over hebt. Maar dat je ontkoppelt. Uh, je mentale staat en je uh, fysieke gedrag uh, naar anderen ja. toe. Dat is een ontzettend interessant gegeven en een hele mooie hypothese. Mm -hmm. um, en uh, hij heeft dat dus uh, uh, ontwikkeld en in een, een boek opgeschreven. Um, en jij vertelt over jezelf hè, dat je ervaringsdeskundig bent. Dat is natuurlijk toch interessant, want je bent ervaringsdeskundig en daarnaast geef je ook leiding aan, aan een bedrijf. Ja, yeah, yeah, uh, ja. Je, yeah. je, je staat dus vol in het leven, yeah, eh, zeg maar. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus heb jij de methode toegepast? En, en... Uh, ik probeer het toe te passen. En uh, soms lukt het beter, soms lukt het slechter. En uh, mijn bedrijf uh, heet uh, Value Machines Fund. En dat uh, doe ik samen met uh, twee collega's. Uh, Hendrik Oudernijhuis en uh, Bjorn Keil uit uh, Twente. En, um, en wij gaan ervan uit uh, dat... Uh, de markten, zeg maar, je zit in de financiële markten en mm -hmm. wij wij zijn deel-eigenaar van bedrijven en wij profiteren als kapitalistische uitbuiters mm -hmm. van loonslaven in uh, publieke bedrijven, zeg maar, zoals de ASML mm -hmm. of Philips, uh, die eigenlijk te weinig betaald krijgen en de eigenaren van de bedrijven die die profiteren van hun werk mm -hmm. en dat zijn, noemen we dan aandeelhouders. Yep. Maar uh, wij kunnen dus stukken eigendommen kopen via de beurs. Mm -hmm. En dan de, de beurs zien wij ja. als een manisch, depressief mannetje. En ja, die ja. noemen we Mr. Ja. Market. Ja. En Mr. Market is de ene dag enorm depressief en die wil alles kwijt voor een ja. prikkie. Ja. En dan zeggen wij, nou wat is het bedrijf eigenlijk waard? Ja. En, en wat zijn de emoties die nu spelen? En ja. dan kunnen wij, bijvoorbeeld met corona, er was enorm mm -hmm. paniek. Mm -hmm. We hebben gewoon gekeken van, nou hoe. Veel mensen sterven nu echt aan corona en zo. Ja. En dat leek mee te vallen. En toen hebben we heel veel aandelen gekocht. En dan binnen een paar maanden hebben we iets van 40, 50 procent winst gemaakt. Dus ja, ja. Wat als je... interessant. Wat ja. interessant. Dus ja. in plaats van, van de dier-metafoor, van de bear ja. En, en, ja. en de boel... Ja. hebben jullie meer een, zeg maar, een... Uh, psychologische metafoor, een menselijke ja, psychologische ja, metafoor ja, ja. van stemming die op en neer gaat. Ja, ja precies. Dat noemen ze een soort wisseling tussen de madness of crowds en ja, ja. de wisdom of crowds. Ja. Yeah. Dus dat, dat is heel erg interessant. Wat was mm -hmm. je op dit idee gekomen ook zonder zeg maar jouw stemmingsgevoeligheid? Uh, ja, ik denk het wel omdat ik gewoon heel graag boeken lees. Mm -hmm. En ik las een boek die heet The Intelligent Investor. En uh, die legde dat idee uit. En ja. dan uh, ik heb het gevoel dat ik, um, zeg maar, ik ben altijd bezig met de vraag van wie is hier nu gek? Mm. En um, dus. Uh, en ik kan eventueel gekte ook in groepen, misschien wat beter herkennen ja. dan anderen, omdat ja. ik het zelf heb meegemaakt. En ik moet ook bij mezelf elke ochtend zeggen, ben ik vandaag nu gek of ja. niet? Ja. En vanochtend ben ik relatief. Gek, maar ja. <laughs> ik hoop niet helemaal ja. uh, het spoor kwijt. Ja. Uh. Dus uh, zouden we dat niet allemaal elke dag ons moeten afvragen van hoe gek ben ik vandaag? Uh, ja, een beetje wel. En, en in, de, in de beleggingswereld noem je dat een bias en je ja. zegt van ja. what is my own bias? Ja. En uh, een van de goeroes die wij hebben is uh, uh, Warren Buffett. Mm -hmm. En de partner van Warren Buffett is uh, Charlie Munger. En Charlie is een intellectueel. En die is een van de meest vooraanstaande experts in de wereld op de studie van stupiditeit. Oh ja. En dan zegt hij, wat zijn 26 of 26 ja. biases ja, die ja. ons weerhouden om rationeel te denken. Ja. Ja. En als je daarvan bewust bent, dan kan je zeggen, van nou, hoe kan ik meer rationeel denken, minder fouten maken en ja. ja. meer geld verdienen. Dus. Dat, dat ritueel hè, van elke dag je afvragen waar, waar sta ik in mijn mm -hmm. bias ja. uh, in in mijn mijn in ja. mijn bias mijn ja. stemming uh, is dat ook inderdaad wat Tom Wooten en bipolar advantage uh, zeg maar voorschrijft ja 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 dus er zit heel veel overlap met um, uh, andere aanpak uh, van uh, journaling zeg maar mm -hmm. uh, een chart bijhouden ja. En um, één ding uh, die hij ook zegt is, uh, bijvoorbeeld s'avonds heb je een checklist. En dan zeg je van, heb ik vandaag gewoon goed gewerkt? Uh, heb ik tijd genomen voor zeg maar, spiritualiteit en, en reflectie? Mm -hmm. uh, heb ik naar iemand, uh, zeg maar, heb ik iemand aangesproken mm -hmm. die ik lief heb? Mm -hmm. Heb ik even de, de, heb ik hard gewerkt? Ben ik op tijd gekomen voor afspraken en dat soort dingen? Uh, ja, dus dit, dit, dit komt heel erg over met um, uh, ja, live chart. Ja. ja, en ook inderdaad uh, self-awareness. Dus je zelfbewustzijn mm -hmm. over hoe sta ik in het leven? Wat zijn mijn relaties met andere mensen? Uh, heb ik bijgedragen? Mm -hmm. uh, dus het is eigenlijk een voortdurende uitnodiging tot zelfreflectie. Ja, ja. ja. en ook. Um, dus uh, hij, is, hij heeft niet een sterk uitgesproken uh, mening over uh, medicijnen of mm -hmm. geen medicijnen. Mm -hmm. En um, hij zegt van nou, als je, uh, wat belangrijk is, is als je echt heel erg sterk uh, manisch bent of heel erg sterk depressief bent, dat je eerst in een rustig vaarwater komt. En dan uh, ga je zeggen, nou nu wil ik even mijn comfortzone... een beetje expanderen en ik probeer... Emoties weer toe te laten. Yep. En eventueel uh, dus zonder uh, contra gedrag. Mm -hmm. En dan uh, maar wel gewoon je afspraken en dingen nakomen die, die je uh, gepland had. Oh ja. En dan doe je iets dat heet accounting for time. Dus mm -hmm. je zegt van nou ik ga nu niet ingrijpen. Terwijl ik me toch wel zeg maar misschien hypomaan voel. Maar ik mm -hmm. gedraag me normaal. Maar dit ga ik nu twee dagen doen. En na twee dagen, als ik me nog steeds enigszins hypomanisch voel, dan ga ik contragedrag doen. of misschien medicijn nemen of slaappil. Ja. En dan de volgende keer kan je dat drie dagen doen. En dan misschien vier dagen, maar dan heel bewust. Ja. En dat je het voor jezelf hebt opgeschreven. Dat je het bespreekt met je arts, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Dus je gaat eigenlijk. Uh een soort methode doen dat je de, de, de grens... Je voelt de grenservaring mm -hmm. van, ja. van de, de volle depressie... of de volle manie en psychose mm -hmm. voel je aankomen. Ja. Je gaat dus experimenteren van... Ik ga het wel toelaten. Mm -hmm. Ik ga wel mijn leven uh, doorzetten. Maar mm -hmm. uh, tegelijkertijd ga ik dan kijken twee dagen of het niet... Uit de hand loopt of, ja. of ik het inderdaad kan kanaliseren. Ja, ja, ja. Een soort en dat training is ja. Het en dan, ja. Uh, dan voelt het heel goed na twee dagen. En Dan denk je, oh, nu ga ik het doorzetten. Mm -hmm. Maar dan moet je even stoppen en zeggen: Nou, kan ik weer in die rustig vaarwater komen dat ik niet meer zo euforisch, euforisch ben en zo. Ja. Dat ik uh, normaal slaap en noem maar op. Ja. Uh, en dan, dus Het is wat, ja. wat, wat zachter dan meteen contra gedrag induiken. Want contra gedrag ja, ja. is. Kan je dat uitleggen? Wat is dat dan? Ja, dus um, het is op zich vrij simpel: um, als je heel erg manisch bent, mm -hmm. dan gedraag je je alsof je depressief bent. Mm -hmm. Dus dan ga je in bed liggen, je hebt geen prikkels. Uh, je beweegt bij wijze van spreken heel langzaam. Je probeert niet te lachen. Mm -hmm. En je acteert zeg maar, alsof je depressief bent. En dan okay. als ja, dat doe je dus ja. als je manisch bent, dan moet je acteren alsof je depressief ja, bent. Het ja. contra. Ja, ja precies, en als je depressief bent, dan moet je proberen te springen uit bed en je handen in de lucht en te juichen ja. en, en ja. te lachen. En, uh, ja. 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 Okay, duidelijk. Dus dit is een hele. Maar andere... dat is voor jou een bekende ding, of niet? Contra-gedrag is voor mij een, een, een bekend iets. Ja. Ja. En ja. wat ik het mooie vind van, van Tom Wooten, is dat mm -hmm. hij zegt nee. Is, je moet het niet meteen gaan onderdrukken, mm. maar je moet het juist toelaten, ja. genoeg toelaten om het te leren kanaliseren. Ja. Maar ik neem aan dat je dat niet van de ene op de andere dag dan leert. Dat, nee. dat is een geleidelijk proces. Ja. Hoe is dat ja. bij jou gegaan? Ja. Ja. Dus uh, uh, Tom die, uh, uh, gaf uh, online cursussen mm -hmm. en dan uh, kwam je één keer per week bij elkaar met een groep van twintig uh, van mensen. En dan um, had hij uh, een stap voor stap van, nou, we gaan nu kijken naar, um, de, wij spreken spirituele aspecten. De volgende week heb je het over accounting for time. De derde week heb je het over de life chart. En mm -hmm. um, dan uh, is het niet alles in één keer. En mm het -hmm. is ook vaak niet een heel makkelijk proces. Je moet er echt wat werk in stoppen. Ja. Yep. En uh, nu is hij met pensioen, maar online heeft hij uh, de cursus staan, zeg maar, op schrift. Dus je kan dat zo uh, volgen. Ja, ja. ja. ja want dat, dat viel me op. Hè, want hij is een zeer inspirerende man. We hebben met hem gesproken online. Ja, ja. En ik denk altijd dat dat een beetje de, de tragiek is, dat wat hij vertelde, dat onderzoekers geïnteresseerd waren mm -hmm. in, in Yale om, om en, de methode en Tufts University, ja. University, om ja. verder te onderzoeken. Ja. Um, maar dat het dan toch door de grote geldgevers mm -hmm. en ja, het bekende onderzoekscircuit niet voldoende mm -hmm. wordt erkend ja. als methode om dan grootschalig onderzoek te verrichten. Mm -hmm. Terwijl ik intuïtief denk, ja, ja, dit is echt een hele interessante methode. Ja, ja. ja. ja zeker. En, en het staat online, het is gratis. Mm -hmm. uh, dus mensen kunnen het gebruiken. Ja. En, um... Waar moeten ze naartoe googelen? Um, nou, ik denk als je Bipolar Advantage googelt en yeah. uh, Tom Wooten. En um, eventueel kunnen we. Heb je links in de podcast? Ja, uh, yeah, die kunnen we erbij zetten. Ja, yeah. yeah. yeah, precies. Dan yeah. uh, is in de link in podcast. And, um, de podcast. En dan zou je het moeten vinden. En hij heeft ook een aantal YouTube uh, uitleg uh, erbij. En één is bij wijze van spreken een grafiek die je ziet met een soort schommelingen uh, van emoties. En dan uh, een onderscheid tussen uh, zeg maar de gevoel en je gedrag. En uh, zeg maar vanuit taal en jargon mm -hmm. is het dan moeilijk om te zeggen wat is nou uh, dat mentale staat die je hebt. Waarbij als je naar de DSM 5 kijkt en je zegt nou dit en dit en dit zijn symptomen van manie, mm -hmm. ja. uh, dan heb je een aantal die hebben te maken met je mentale staat en die heb je. En een aantal die te maken hebben met je gedrag. Jo. En als het goed is, heb je die niet. En dat, die mentale staat, uh, uh, daar is geen woord voor, zover ik weet. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. En het is moeilijk om over iets te praten als, ja. als je de woorden daar niet voor hebt. Nee, de, de, ja. het toestandsbeeld, het ja. mentale toestandsbeeld is dat. Ja, ja. 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 Heel interessant. Um, dus... Tom Boeten is niet, hè? hij zegt niet uh, dat hij tegen medicatie is, uh, in hij zegt, nou je moet gewoon samenwerken met elkaar. Ja, hè? Dus dat ja. is ook een traject van een dokter en medicatie en dergelijke is hij niet ja, op tegen. Nee. Maar um, het is natuurlijk wel zo dat als je deze methode uh, leert en, ja. en je leert inderdaad op die manier je gevoeligheid te kanaliseren en de emoties wel toe te laten, um, verandert het medicatiegebruik dan? Um. Dat kan. En, en uh, zelf uh, had ik dus in uh, 97 de, de diagnose uh, bipolair. En ik heb met een, ik was toen 27, dus uh, heel erg stereotyp, zeg maar, hoe dat mm. ging. Mm. En ook qua gedrag en. en um, maar uh, ik had een oom uh, aan mijn vaders kant die bipolair was, mm. en, en die heeft zijn leven lang in de inrichting gezeten. En mijn moederskant, een um, tante uh, die het heel lang, lang heeft mm. gehad en die, die helaas ook um, uh, zelfmoord heeft gepleegd. Mm. En, uh, maar ik had er zelf nooit bij stilgestaan. Dus ik kreeg een diagnose ja. voordat ik wist wat het was. Ja. En um, ja. toen uh, heb ik een beetje gelezen en dacht van nou, ik wil niet lithium gebruiken. Mm. En toen had je voor het eerst zeg maar, in Nederland valprooïnezuur. Ja. En uh, ben daarmee begonnen. Mm -hmm. En ik had de arts in Tilburg, uh, dokter Notte. Mm -hmm. En hij zei, ja, je bent de eerste patiënt die walpruine gebruikt bij ja. mij. Dus ik weet het ook niet. Ja. En hij heeft het toen opgezocht. En hij zei, oh, dit is iets wat je binnen zes maanden kan afbouwen. Mm -hmm. En dan, uh, dus ik heb het afgebouwd. En uh, zijn we vanzelf overgegaan naar uh, zeg maar PRN. Medicatie zo nodig. Wat is dat zo nodig? Zo ja, nodig ja. ja, dus medicatie zo nodig. Dus dan zeg je: Van um, als ik bij uh, spreken mijn been breek, dan heb ik een gips. Ja, en uh, als mijn been weer hersteld is, dan heb ik een, geen gips. Ja. maar als ik mijn been weer breek, dan heb ik wel weer ja. gips nodig. Ja, ja, ja. gips en, zo nodig. Ja ja. ja, 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 of medicijn zo nodig. Ja. En, uh, dus um, dat lijkt mij uh, heel erg logisch. Mm -hmm. Maar ook uh, daar is in Nederland, zover ik weet, geen protocol voor. Nee, nee. nee dus de, de artsen vinden dat eng om ja. op en af te geven. Hè. Mm -hmm. en, um, maar jij zegt: ja, maar ik heb dus een leerproces ja. uh, ondergaan. waardoor ja. ik die medicatie anders kan gebruiken. Namelijk, ik neem ze alleen zo nodig. Ja. En, hoe, en wanneer is dat? Wanneer is dat zo nodig? Ja. Uh, nou dus uh, als je de live chart bijhoudt, en dan zeg je van nou, hoeveel uur heb ik geslapen? Mm. Uh, bij mij hoeveel heb ik gedronken, dus alcohol, mm. uh, hoeveel um, heb ik wel of niet gesport? Mm. En uh, als ik merk dat ik een aantal dagen weinig geslapen heb, of dat ik uh, ruzie krijg met mensen enzovoort, mm -hmm. dan uh, probeer ik aan de bel te trekken mm -hmm. en um, dan stuur ik jou een mailtje en ik zeg: uh, Jim, het lijkt hypomaat te zijn, ik ga een slaappil nemen. Mm -hmm. En. Um, en dan kijk ik of dat dan wel of niet beter wordt. Mm. En in mijn geval, uh, het lijkt erop dat uh, of cyprexa, mm. met de lage dosis, 5 milligram, dat dat enorm goed werkt. Als ook slaapmiddel en ook als uh, antipsychoticum. Ja. Yeah. En um, dat heeft ook enigszins denk ik een placebo effect. Dat mm. je ook tegen jezelf zegt van oké, okay, nu. Uh, wil ik tot rust komen. Ja. En, uh, Het is onderdeel ja. van een ritueel. Ook, ja. Ja, 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 precies. Ja. En als je mentaal er tegen vecht, dan heb je een heel andere mm. ding dan als je mm. mentaal zegt, van, nou ik ga meewerken. Precies. En hoe lang pas je die strategie al toe van, zeg maar, de, de methodiek van uh, bipolar in order en ja. zo nodig medicatie? In principe uh, sinds 1997. Uh, ja. En uh, dat ging heel goed. Uh, en ik heb afgestudeerd. En uh, ik heb leuke uh, werk gehad bij IKEA. Met de uh, mm -hmm. High Potential groep daar. Mm -hmm. En heb een uh, uh, boek gelezen over uh, eBay. En uh, over marktplaats. En ik dacht: van Nou, bij IKEA maken we zoveel afval. Mm -hmm. Dat het eigenlijk beter is. Well, ja, niet be zeg maar ja, in Nederland hebben we mm -hmm. het probleem. In meubelen dat we meer stoelen dan konten hebben. Ja. Dus dacht ik, we kunnen een tweedehands winkel doen met zelfbediening zoals Ikea. Ja. En um, ja. hebben we opgezet. En um, even kijken, nu ben ik even het draad kwijt. Nou ja, dus dat je ja. inderdaad die methode hebt toegepast. En wat ja. je vertelt dus eigenlijk, ja. dat is het mooie... Je staat midden in het leven, ja, ja, um, ja. en, en uh, je hebt je eigen bedrijf, ja. uh, je bent een, een, een bekende naam, hè, zeg maar ja, in, ja. In, in bedrijvig Nederland ja. en uh, bent ook open, ja, over ja. van ja. Ik manage, dus ook een gevoeligheid, ja, ja, oh, maar nu weet ik waar we naartoe toe ja, gingen, ja. dus um, dat, dat ging allemaal uh, op zich prima. Mm. En toen in uh, 2009 heb ik een interessante uh, tijd gehad. Dat in uh, december uh, was ik in een café met vrienden. En yep. er kwamen gewapende overvallers binnen. Oh. En wij hebben ze in elkaar gemapt met wat oh. barkrukken en met yeah. blote vuist. Yeah. En dezelfde week hadden we een begrafenis van uh, een tante van mijn vrouw. Ja. Yeah. En dan, uh, een week daarna, heb ik uh, vliegtuigen zien neerstorten van Turkish Airlines. Oh. En uh, ben ik het toestel ingelopen om mensen te helpen. Mm -hmm. En ik was bezig met de verkoop uh, van de bedrijf die ik had opgezet. Mm -hmm. Maar de uh, kopers die bleken uh, oplichters te zijn. Mm -hmm. um, ja, alles kwam bij elkaar. Alles, alles, alles ja. kwam, kwam bij elkaar in een heel korte periode. ja. ja, ja. En dan uh, heb ik tegen mijn vrouw gezegd... nou, nu is een moment dat ik uh, de medicijn zo nodig moet gebruiken. Dus ja. we gaan naar dokter Notte. Ja. En dan zijn we naar dokter Notte gegaan. Ik zei, ik ben hypomaan. Ik mm -hmm. moet beginnen weer met medicijnen. Ja. En hij zei, nou, hier zijn de medicijnen. En toen zijn we weggelopen. En uh, ik zei tegen mijn vrouw, nou, dit wordt prima. Ik neem nu de medicijnen, ik kom tot rust. Ja. En zij zei... Ja, maar dat kan toch niet? En je bent niet bipolair. En uh, mm -hmm. uh, voor haar was het zeg maar een beetje nieuw, want wij waren. Uh, zij was er niet bij in 97. Nee, nee, nee. En dan zei ze: Ik wil een second opinion en ik wil dit en dat. Ja, en dat ja. kwam er nog bovenop. Dat, uh, oh ja. Ja, 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 want je ja. moet ook samen natuurlijk uh -huh. er goed in staan hè, bij ja. zo'n. Uh, ja, ja. ja. Bij de, zeg ja. maar het management van de gevoeligen. Ja, 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 en het was ook eigenlijk vrij kort uh, nadat mijn uh, uh, tante zelfmoord had gepleegd. Mm -hmm. Dus dan, dan uh, was bij mij een beetje, bij mijn vrouw heel sterk... Uh, de angst dat ik ook uh, zelf misschien uh, ja. zelfmoord zou plegen enzovoort. En, ja. Ja. en dan, uh, daarna hebben we samen uh, psycho-educatie gedaan... Mm -hmm. um, maar daar uh, waar. Uh, de, de, de zeg maar, het leek erop in de psycho-educatie dat je voorland niet zo mooi was. Precies, en precies. Ook ja, een heel, van de mensen... Heel somber e beeld. Heel somber de beeld. Sted. En yeah. een van de mensen in die groep was een oud hartchirurg uh, en die heeft in die traject zelfmoord gepleegd. Mm. En toen wilde mij... Ja, dus dat is, is confronterend en... Um, en dat somber beeld, dat merk je ook uh, soms. Want ik uh, werk als vrijwilliger voor de vereniging Manisch Depressieve en Betrokkenen. Mm -hmm. Wat nu Plus, plus minus, minus heet. Ja. En uh, wij gaan dan spreken met groepen mensen die psycho-educatie hebben gedaan. Ja. En ik was bij de GGZ uh, in uh, Zaandam. Mm -hmm. En ik heb mijn ervaringen verteld. Ja. En dan hebben ze opgebeld en gezegd: We willen jou niet meer spreken, omdat jij veel te optimistisch bent. Oh, <laughs> oh interessant. Ja, ja. Dus ik mag daar ja. niet meer komen. Maar. Dus, dus ja. uh, zeg maar, uh, het, het, het gedeelte van het spectrum van mensen die uh, hun weg daarin vindt en ja. dus best wel een goede uitkomst heeft, hè, zoals ja. bij jou. Ja. Dat. Die, die werd uitgesloten. Dat was niet somber genoeg. Nee. Ja, ja dat is natuurlijk niet, niet echt een goed idee. Want het gaat om het hele spectrum natuurlijk. Ja. Ja, ja wat interessant. Dus de, um, uh, de ervaringsdeskundigheid, hè, die zet je ook om in, in werk uh, met, met plus-minus. Ja, uh, nou en niet, niet, niet meer. Niet meer, uh, nee. Nee, nee. Nee, en ik, ik heb mijn tijdje, zeg maar, echt bezig gehouden bijvoorbeeld met het medicijn zo nodig. Ja. En, uh, als strategie. Als strategie. Ja. Dus ik uh, heb ja. diverse artsen mailtjes gestuurd en mm. ik kreeg van heel veel een antwoord uh, terug. En uh, bijvoorbeeld van uh, naar hoeveel tijd uh, zou je medicijnen afbouwen. En, ja. en, en het leuke was, er waren totaal verschillende antwoorden. Ja. Dus de ene zegt ja. na een paar weken, de andere zegt na een ja. paar jaar. Ja. Ik geloof, uh, ik kan het zijn dat, dat ik het fout zeg maar, dat Esther Venema, dat ze ook mm -hmm. werkt met uh, vrouwen mm -hmm. die, die uh, na de bevalling, zeg maar, uh, manisch mm -hmm. zijn of zo. Mm -hmm. En zij zei afbouwen na negen maanden. Mm -hmm. <laughs> dus yeah. dat vond ik wel een mooie correlatie met zwangerschap. <laughs> ja. <laughs> ja. Dus, dus ja. eigenlijk, je hebt een soort onderzoekje gedaan onder artsen van hoe, de, hoe zit die dier er eigenlijk in? Ja. Ja. En kwam erachter dat ze allemaal wat, wat verschillends uh, zeggen. Ja, ja. En, then, en, maar yeah. eigenlijk waar het om gaat. is dat waarschijnlijk ieder mens anders is. Ieder mens met een, met een stemmingsgevoeligheid is anders. En je moet het dus heel persoonlijk kijken. bij deze persoon. Nou, wat, wat is nou de beste strategie? Ja, ja, en ieder arts is ook anders. En iedere arts is anders, ja, ja. precies. Ja. En jij, want ik, ja, ik herinner me, jij, jij, jij mailde ook mij. En ja. jij zegt eigenlijk: nou, ik heb een bepaalde empowerment. Een ja. strategie ja. over mijn gevoeligheid. En ik zoek ja. een arts die gewoon mee wil werken ja. aan die strategie. Ja. En, en dat is heel verfrissend ja. uh, natuurlijk, denk ik. Ja. He? Ja. Ja. ja, het is ontzettend leuk. Um, omdat, uh, zeg maar, um, in, in onze tijd uh, hebben we bepaalde ideeën van hoe de maatschappij in elkaar zit. Hmm. Dus op uh, uh, zaterdag 6 maart uh, 2021. Ben ik op een beschikking van uh, uh, burgemeester Halsema mm. uh, gedwongen opgenomen. Uh, in mm. een gesloten afdeling. Ja. Uh, omdat ik uh, de dag daarna, op zondag 7 maart. Uh, op de dam wilde zitten. op een klapstoel van 1 ja. tot 3. om te protesteren ja. uh, tegen de coronamaatregelen. Ja. Ja. En dan zei men. Uh, nee, dat is goed, niet goed voor jou uh, en niet goed voor je werk enzovoort. Dus mm -hmm. wij, om jou te beschermen gaan we jou de dag voordat je wil demonstreren opnemen. Ja, ja, ja. Uh, dus, uh, de, dus jij was gewoon ja. bezig, dat, voor jou hoorde dat bij bipolar in order. En dat was een, ja, een, een, ja. een, een gemeende uh, proteststem ja, die je wilde ja. uitbrengen, maar men dacht er ja. anders over. Ja, ja. En, uh, maar de hoofdzaak was dan, dan kom je in de gesloten afdeling mm -hmm. en dan zeg je, nou, ik wil de contactgroei hebben uh, met de verplegers, met de yep. mensen daar. Yep. Ik wil tot rust komen. Mm -hmm. Ik wil wel eens bekwaamheid laten zien. Dus mm -hmm. je gaat luisteren naar de andere patiënten. En er waren yep. een aantal. En die hadden zeg maar spirituele ervaringen mm -hmm. gehad uh, toen mm -hmm. ze kerken binnenliepen. En dat ze dan bij wijze van spreken stemmen hoorden of beelden mm -hmm. zagen. Mm -hmm. En dan uh, zijn ze opgenomen. En toen ik de mm -hmm. eerste keer of een van de eerste keer met jou sprak, dan zei je hoe gaat het? En ik zei, nou ik ben vervuld met de Heilige Geest. Mm -hmm. En jij zei, oh prima. Mm -hmm. <laughs> ja, ja dat als, als een mooie staat toch om, <laughs> ja. om in te zijn. Ja. ja. ja, ja. En, uh... en jij bent niet extreem gelovig of zo. Nee. Nee, nee, maar ik, ik, ik hoorde wel in die, jouw statement dus dat ja. jij eigenlijk uh, dat, dat zei uit tevredenheid ook. En dat je in, in evenwicht was met uh, die staat van zijn. En, ja, um, ja, met, de universum, met bij het universum. Het universum, ja, ja. 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 Dus het is, want zoals je het ook zegt, het is gewoon ingewikkeld. Hè, inderdaad, ja. dit soort dingen. Dus je hebt ook daar een studie gedaan. En hoe lang ben je uh, in 2021 dan op. Uh, op, 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 op uh, op voordracht van de burgemeester daar gebleven? Nou, dat was uh, de zaterdag opgenomen. Mm -hmm. En dan <coughs> uh, probeerde gewoon rustig te blijven, noem maar op. Maar ik kon ja. niet slapen. Dus ik liep s'nachts uh, over de gang. Mm -hmm. En dan rustig uh, te, te zingen, bij wijze van spreken. Mm -hmm. En dan kwam ik bij de. Uh, Weet dat, een soort receptie waar de, waar de broeders zitten. Yep, yep. En dan is een broeder... die pakte me meteen vast... en die bracht me naar de isoleercel... en dan kreeg ik zeg maar, de medicatie in mijn bil. Mm. En, oh. um, uh, even kijken. en dan, Dat was dus zaterdag op zondag. En dan zondag hebben we weer rustig... en met de mensen praten. En dan dinsdag komt er een rechter... Yep. en die spreekt dan met de artsen... en met de verpleegsters... Yep. en met mij... Mm -hmm. En hij zei: ja, Je bent helemaal niet gek, je kan gewoon mm -hmm. rijden. En toen weer naar huis. Ja, ja, dus dat is toch eigenlijk heel interessant dan. Dus dat, dat, dat je dan een, uh, drie dagen uh, opgenomen bent. Ja. Um, zelfs uh, gedwongen medicatie krijgt en, ja. en, en geïsoleerd wordt. Ja. Uh, en dan komt er een rechter en die zegt: Nou ja, dat, dat, ik, zie, ik zie het verhaal niet. Uh, nee. deze, deze manier kan gaan. Ja. Ja, Dat is een paar keer uh, gebeurd de afgelopen jaren, dus ook mm. in uh, Zwitserland is mm. dus, uh, cardioloog uh, Thomas Binder mm. en die uh, had een andere kijk op uh, corona, en die is ook uh, opgepakt met politie en de man in de witte jassen en afgevoerd naar een inrichting. Ja, ja. dus, dus ook, ook uh, er is ook zoiets van, dus als je een politieke of een uh, publieke gezondheidszorg mening hebt die afwerkt van het figerende beleid, ja. zeg jij, loop je extra risico misschien, om, ja, dat, om ja. dat dat als, als gek wordt geduid. Het ja. 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 is een vriend van mij, uh, professor Martijn Hogeveen. Mm -hmm. En die is uh, professor in de Open Universiteit mm -hmm. en een enorm succesvol uh, ondernemer, die heeft uh, ook de afgelopen jaren tientallen miljoenen verdiend. Mm -hmm. En um, toen hij 22 was, uh, was de collectieve angstpsychose in de wereld, dat was niet terrorisme en dat was niet pandemie, maar mm -hmm. het was toen de tijd uh, sectes. Yep. En je had uh, Jim Jones en de yep. 700 yep. mensen die met de koeleed yep. zelfmoord hadden gepleegd. Mm -hmm. En je mm -hmm. had de Bachman en je had dit yep. Dat. Yep. en dat. Um, en hij deed een Tai Chi en hij was een jaar of twintig en zijn ouders die waren bezorgd en die zeiden Tai Chi is een sekte. Oh ja. En die hebben wat Amerikaanse deprogrammeurs gevonden mm. en die hebben ze 30.000 gulden gegeven. Die mm. zijn naar Nederland gekomen en die hebben met de OM en de politie gesproken. En toen is um, Martijn, terwijl hij op een podium zat met een voorstelling in Amsterdam, van het podium afgesleurd door de politie en OM in een busje gezet en in een gesloten huisje op de Veluwe gebracht mm. Mm. om hem te deprogrammeren. Mm wat normaliter niet zou moeten kunnen in een rechtsstaat. Hmm. Maar door de angst die we toen hadden voor sectes... Ja. dan ja. leek dat men normaal... Ja. Ja. ja, nee, ik herinner me die angst nog inderdaad. Ja. Maar, um, dus het voert, het voert veel verder, hè? Dus op basis van de... Jij pleit eigenlijk ervoor dat we toch proberen... meer dialoog te hebben ja. met uh, de ervaringen van mensen. Ja. Um, en, en dat we heel voorzichtig moeten zijn met uh, zeggen: van hier is een grens overschreden, we gaan nu gedwongen uh, ingrijpen. Ja. ja. En, nou, wat, wat jij zegt ook: um, even kijken, dat je uh, niet meteen uh, label op mensen plakt. Ja, ja. Mm -hmm. precies. Want dat. Daarmee verwijs je iemand meteen naar uh, een, een staat van die is anders. Ja. En een identiteit wordt dan gemaakt van zieken en, mm -hmm. daaronder dan, en alles wat daarmee samenhangt. Ja. Ja. Maar wat ik mooi vind is dat jij dan toch heel rustig blijft en zegt van nou, oké, okay, dan word ik gedwongen opgenomen. Ja. En dan ga ik proberen. Uh, inderdaad uh, in de dialoog te gaan en, en te ja. praten met de mensen en rustig te blijven en, ja. en wilsbekwaamheid uh, ten tentoon te spreiden. Ja, ja. ja. nou maar wat, wat, je, wat bij mij gebeurde was, ik was bezig met mijn werk en, en door de week mm -hmm. en, en um, uh, enigszins zorgen over zeg maar de angst rond corona en zo. Mm -hmm. En dan uh, had ik een, een, een psychiater toen, en die had dan long COVID gehad. En, en zij maakte zich uh, enorm zorgen, ook over mij, en die wilde mm -hmm. mij beschermen. Mm -hmm. En ik zat zo van ja, maar ik probeer gewoon rustig te blijven. En zij zijn die traject, zeg maar van we willen jou ja. opnemen, die wordt dan duidelijk. Ja. Dus ik ging naar de crisisdienst en ik ging. Um, Zitten, maar ik was geagiteerd omdat mm -hmm. dat gevaar een beetje inzag. Mm -hmm. Mm -hmm. En toen zei ik tegen de, de artsen daar van uh, ik probeer rustig te blijven en kunnen jullie misschien lezen uh, wat ik op psychose net heb geschreven, want daar zie je mijn verhaal. Ja. En dan zeiden ja. ze: nee, we willen dat niet lezen. Uh, wij willen het nu van jou horen en zo. Mm -hmm. En toen zei ik, nou. Ik heb hier eigenlijk geen tijd voor. Ik wil gewoon naar huis. Ik ben opgestaan en dan hoor je zo'n klik, en dan oh, zit de, de deur ja. op slot met ja. magneet. Ja. 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 Dus uh, een beetje, uh, ja. Ik denk je een klein beetje inspira inspiratie is Victor Frankl mm, ja. van Maan ja. Search for Meaning. Van ja. uh, ja. je kan niet je omstandigheden veranderen, maar wel hoe je erop reageert. Ja. 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 Wauw, ja, dat is zo. Dus daar, ja, veel wijsheid ook in, in wat je zegt. Hè? En ook... Nou, als je mijn vrouw spreekt, <laughs> ja. is dat anders. Ja, want dat is ja. natuurlijk inderdaad. Uh, uh, als, 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 uh, 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 je hebt natuurlijk samen heel wat meegemaakt. Hè? Hoe, hoe ja. staat zij ja. erin? Nou ja, zij wilde de uh, naam van Tom moeten niet horen. En mm -hmm. Hij is een enorm ja. gevaar. Ja, in, uh, ja. Ja. Uh, uh, yeah. uh, yeah. Dus de, en, de... En, en, en zij zal ook gedeeltelijk gelijk hebben. Want je kan niemand beter voor de gek houden dan jezelf. Ja. Ja. Dus zij is ook onderdeel zeg maar, van de monitoring en van de, de methodiek geworden? Het ge een klein beetje, maar ze moet ook niet mijn verpleegster zijn. Nee. Dus nee. Uh, ik heb ook tegen jou gezegd, ik wil met jou spreken en niet met haar erbij. Mm -hmm. En uh, ja. dat... Uh, ja dat is wel belangrijk want wat we, nou ja dat is ook een beetje persoonlijk maar um, ik had dus, ik was bezig met dat medicijn zo nodig mm -hmm. en dan uh, zei ik vroeg ik een beetje rond van nou wie heeft hier wie staat hier voor open ja yep. en dat is dan Ralf Kupka uh, mm -hmm. bij de GGZ uh, yep. nieuwe Valerius. ja yep. dus ik heb Ralf uh, e-mails gestuurd en ze gezegd, kan jij mijn arts worden? Mm -hmm. En hij zei: ja kom maar een nieuwe Valerius. Mm -hmm. Maar toen kreeg ik een andere arts en, en die uh, zei: Je moet elke dag onderhoudsmedicijn doen. Bij, bij de nieuwe valerius. Bij de nieuwe Valerius. Okay, okay. En, en medicijnen zo nodig bestaat niet en dat kan niet. Nee. Toen dacht ik met mijn recalcitrant hoofd, mm -hmm. van ik zal jou. Leren en de bewijs geven dat wel ja, kan. Ja, maar ja. Dat, dat schiet niet op. Nee. <laughs> nee. Ja, dan ga je een beetje in strijd komen met ja, elkaar. Ja, dat, ja, dat helpt ja, het natuurlijk. Nee, he? Het is veel nee. makkelijker om mensen te vinden die het met je eens zijn, dan om de mening te veranderen van mensen die het niet met ja, je eens zijn. Ja, ja dus, dus uh, wat jij zegt, ik, ik, ben, ik heb een eigen strategie gevonden die ik graag wil volgen in het zelf managen van die gevoeligheid. Ja, dus denk met mij mee, dat ja. is eigenlijk wat je zegt. Ja, ja. ja, en die strategie is nooit af, het is niet. Nee, nee. Dus het verandert steeds. Ik en, ja. en ja. denk een heel leuke uh, tip, wij spreken, uh, is van Jeff Bezos. Mm. En uh, Jeff Bezos um, is. Uh, Vaak de rijkste man op aarde, afhankelijk mm -hmm. van de koers van uh, Amazon. Mm -hmm. En hij is ook iemand die extreem manisch is. Als mm -hmm. je hem ziet, dan, dan zou je hem wijs spreken meteen opsluiten. Meteen opsluiten <laughs> ja. <laughs> ja, ja. En uh, maar hij is ook heel effectief. Dus ja. uh, een van de dingen uh, die hij doet, is hij uh, wordt vaak vroeg wakker. Uh, zoals mensen die manisch zijn, die, die kunnen dan niet slapen. Mm -hmm. En uh, je hebt de neiging als je opstaat om dan meteen de dingen te doen die je belangrijk vindt. Ja. En Jeff die zegt nee, ik doe dat niet. Ik uh, ben uit bed bij wijze van spreken om vijf uur s ochtends of om half vijf. Mm -hmm. En uh, dan ga ik gewoon een beetje door het huis dwarrelen. En uh, dat noemt hij puttering about the house. Mm -hmm. Dus geen mm -hmm. e-mail. Uh, mm -hmm. Uh, geen uh, enorm werk of zo, maar mm -hmm. dan kijk je gewoon waar de dingen zijn. Ja. En zet je misschien dingen op zijn plek. Of je laat ja. de vaatwasser in en uit. Ja. Ik ga dan ja. uh, strijken. Mm -hmm. En dan om zeven uur, uh, of bij mij om zeven uh, uur twintig gaat de wekker. En dan kom ik uit die slaapwandeling. Ah. En dan uh, begin ik de dag. Ja. Ja. Wat interessant. ja. ja. Dus dat, dat, dat is ook nog een soort additionele. Hè? Dat hoort natuurlijk heel erg bij de filosofie ook van Bipolar ja. in Orde, ja. zo'n uh, strategie. Ja, uh, nou, dat lijkt me een hele mooie observatie ook om uh, uh, het gesprek mee af te sluiten. Want mm -hmm. ik wil jou namens uh, uh, Psychose en de redactie van harte danken dat je bereid was hier uit te leggen over de strategie van Bipolar in Orde. Uh, Bipolar Advantage van uh, Tom Wooten. Ik hoop dat je heel veel luisteraars hebt uh, geïnspireerd en we zullen de link uh, naar het boek uh, bij de tekst van onder de podcast zetten. Uh, John Brenninkmeijer van harte dank voor de podcast vandaag. Ja, dankjewel Jim.